Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Corendon en Taylor Wessing Advocaten en Notarissen. In Van Hier tot Tokio volgen wij 4 Olympiërs. Zij nemen ons iedere maand mee in hun leven op weg naar de Olympische Spelen van 2020. Vorige maand waren we op bezoek bij een aantal volleybaldames in Florence. Bezochten we met 3x3 basketbal de FIBA in Genève, zette Jesper Jobsen basketbal in om kinderen in Mali te helpen en waren we bij het Amsterdamse Sportgala. Suzanne Krummens werd 4e op het EK Cross, maar won met haar team goud en we keken achter de schermen bij haar eigen podcast. Met Mathieu van der Poel waren we op trainingskamp, bezochten we zijn persconferentie en waren we bij één van zijn vele wedstrijden in de kerstperiode. En de winnaar, Mathieu van der Poel. Proficiat, well done guys. With our congratulations. Arms rood. Dat is heel irritant. Een broekje zakt af. Nou, op dit moment ben ik natuurlijk in mijn vijfde seizoen, dus daar zit ik nu in. Maar de focus, eerste plaats is nu de focus wel op 3x3. We hebben afspraken gemaakt, de Olympische Spelen komen eraan. En ik denk dat de Olympische Spelen echt hoogst haalbaar is voor een sport. En dat lijkt me echt gewoon te gaaf om dat te halen. En daar moet wel gewerkt voor worden. Dus voorbereiding is daar heel belangrijk voor. 46%. Moet je wel schieten, jongen. Het blijft altijd op 46%. Heel simpel gezegd, ik vind basketbal gewoon leuk. Ik ben er liefst de hele tijd mee bezig. En ik heb een goed gevoel met de coach die we hier hebben. Spelers, dit is mijn huis, mijn thuis, Apollo. Dus ja, als ik zo lang ik kan combineren, combineer ik het heel graag. Tactiek is iets anders. Je lichaamsbouw hoort wat anders te zijn, omdat er wat sterkere mannen daar spelen die misschien langzamer zijn, maar wel slimmer. Ze weten precies wat ze doen, waar hun krachten liggen. En bij 50-5 keer nog met snelheid en atletisch vermogen keer wegkomen. Terwijl het nu echt, je moet echt goed kunnen nadenken, kunnen reageren op sommige momenten. Dus ik denk daar het grootste verschil ligt voor een 50-5 en 3x3 speler. Smelly, waar is die jelly? Feest. Ik ben nu eigenlijk gewoon bezig om betere basketballer te worden. Ik denk dat voor mij skillset in 3x3 en 50-5 dat het eigenlijk heel erg overeenkomt. Ik ben wel met mijn gedachten in mijn achterhoofd wel dat ik echt sterker moet worden om die wat sterkere gasten tegen te houden. Dus daar ben ik wel echt mee bezig. En basketbal is wat ik net zeg, ja. Ik denk dat als ik beter word in 50-5, dat ik ook beter word in 3x3 en vice versa. Dan is het gewoon base. Ja, als ik roep om, op een gegeven moment als je 2 keer gescoord hebt, zitten we automatisch in base. Maar dan call ik of roep hier. Ja, eerst we beginnen, laat Daan eerst maar even knallen. Met, ik denk dat pas iets begint. Let op Rink. Jij verdedigt Rink waarschijnlijk. Let op, hij kampeert. Ja, hij kampeert. Maar dan laat die bal in aanval gaan. Energie, zorg dat we een open schoten nemen. Zorg dat we 4 man op de rebound. Ja,
niet, is wel, ja. Maar ja, dat is net als 3 tegen 3. Loop ik ook altijd even tegen die fucking bezig. Ja. En dan moet je 3 schieten, heb je geen benen meer. Dus ja, ik ben heel blij dat ik weer terug ben. Als je even niet kan spelen, dan pas merk je eigenlijk hoe erg je het mist. En ja, je bent eigenlijk continu, of ik was eigenlijk continu super onrustig. Je slaapt slechter, je denkt er veel over na. En als je dan eindelijk weer op het veld kan staan, is dat gewoon het lekkerste wat er is. Je verliest de wedstrijd, maar je hebt wel gevochten voor wat je waard bent. Eigenlijk hebben we afgelopen jaar wel daar veel over gehad. Door 3 tegen 3. Ik heb hem een beetje overgehaald om te blijven eigenlijk. En hij heeft me 1 keer in de steek gelaten. Huh? Ja, er waren wel plannen voor iets anders, maar overgehaald worden, zo zou ik het niet noemen. Als je weet dat je ergens een goede connectie met iemand hebt. Plus je wilde wel 3 tegen 3 echt zeg maar, spelen. En als je naar een echte topploeg gaat, die ga je nooit een hele zomer weg laten gaan. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het toch wel heel lekker vind om gewoon alles zelf te kunnen beslissen. Ik merk dat ik dat heel prettig vind aan 3 tegen 3. En dat is hier wat minder. Maar dat neemt niet weg dat we gewoon een hele goede band hebben met de coach. En hij geeft ons heel veel vrijheid ook om zo beslissingen te nemen en het team te leiden. Dus ja, dat is alleen maar goed, denk ik. Dat is nu nog heel lastig. Er zijn heel veel tegengeleiders. Er zijn heel veel mensen die het moeilijk vinden die combinatie te zien tussen 5 tegen 5 en 3 tegen 3. Dus het wordt nog niet helemaal omarmd. Ze zijn nu wel heel erg bezig volgens mij om met de Eredivisieclubs ook een 3 tegen 3 competitie te starten in de zomer. Dus dat is denk ik goed nieuws. Maar bij alles wat nieuw is, dan zijn mensen vaak eerst wat sceptisch. Ik moet eerlijk zeggen, dat was ik zelf ook in het begin. Maar ik heb het omarmd en ik denk dat het elkaar alleen maar kan versterken en beter kan maken. Zijn we met z'n drieën vandaag? Nee. Met z'n 6 of zo, man. Ja, je laat jezelf vallen. Maar net voordat je die stap zet om jezelf op te vangen, maak je uit je tenen en uit je knieën een explosieve beweging. Ik ben Jart Schuit. Ik ben een basketbaltrainer. Ik heb een bedrijfje waar ik individuele basketbaltrainingen verzorg met 5 andere coaches. We zijn ooit begonnen met een aantal jongens op straat. Die trainden we elke dag. Die zitten inmiddels echt door heel de wereld heen. We hebben daar wat succes mee behaald. We hebben die heel intensief en individueel begeleid. Eigenlijk op elk gebied. Dus ook op het gebied van basketbal, specifieke zaken. Maar ook op het gebied van voeding, mentaliteit, bewegingscoördinatie, flexibiliteit, kracht. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld de schottechniek van een van de spelers. Ik zal hem niet noemen, dan wordt hij boos. Het is niet heel mooi om naar te kijken. Het is niet mooi om daar naar te kijken. En iedereen heeft hem ook altijd grapjes over zijn schottechniek gemaakt. Maar hij schiet ze er wel echt altijd in. Dus willen wij hem heel specifiek op een bepaalde manier leren schieten, wil ik per se mijn mening doordringen. Nee, hij schiet al goed raak. Dus op die manier wil ik ook gewoon met hem verder. Hij heeft een heel ander programma dan iemand die aan heel andere dingen moet werken. Wat zijn de specifieke skills? Iedereen moet kunnen schieten. Iedereen moet zijn man kunnen verslaan, kunnen driven. Iedereen moet goed kunnen finishen, dat is de bal kunnen scoren rondom de basket met allebei de handen. En voornamelijk met contact kunnen spelen. 50-5 wordt contact veel snel afgefloten. En in 3x3 basketbal, ja, daar mag er vaak wat meer, het is wat fysieker. En daarvoor willen we de spelers op voorbereiden en leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Is
knieën strekken. Bal ietsje een beetje naar voren houden. Onderkant van je vingers ook leggen, dat hij meteen uit je elleboog door kan naar de basket. Ja, goed. En het gaat voornamelijk om timing. Bal begint boven je hoofd. Over de ring, juist. Heb ik al. We zien hier al steeds meer de vloeiende beweging vanuit je knieën door de bal in. De pauze, dit er dus. Pap, hier, dus nu op zich moet ik zeggen dat in dit specifieke voorbeeld dat wel meevalt. Maar eigenlijk willen we dat zodra de knie strekt, de bal meteen door kan vloeien. En wat er dus bij jou vaak gebeurt, omdat je de bal zo ver naar achter haalt. Strekt, boom, en nu gaan we schieten eigenlijk. Dus deze beweging komt er nog. En namelijk, als we wel ietsje meer naar voren beginnen, of de bal hier naartoe kunnen gaan halen strakjes, dan hoeven we niet deze beweging voordat je uit je armen gaat schieten. En door hele kleine aanpassingen kunnen we dat veranderen. Maar wat we al hebben gezegd, we gaan niet je hele schot omgooien. Goed, prima. Zelfde timing houden we vast. We beginnen met de bal laag, de bal gaat omhoog. De belangrijkste aspecten van een 3x3 speler. Het is wel een beetje een ingewikkelde vraag. Een 5x5 basketbal is toch een hele andere sport. Daar hebben spelers vaak een rol. Je hebt een grote speler die moet rondom de basket heel sterk zijn. En een kleinere speler dat ze spelverdeler heel specifiek hebben die bepaalde taken, zeg maar. Maar in 3x3 heb je meer ruimte, minder spelers. En wordt er over het algemeen ook minder één specifieke rol aan één speler toegediend. Dus je moet ietsje allrounder zijn. Je ziet ook dat alle spelers ongeveer rond dezelfde lengte zijn, of in ieder geval qua kracht goed in elkaar steken. En ook qua skillset, dus wat zij moeten kunnen, ook allemaal redelijk allround zijn. Iedereen moet kunnen schieten, iedereen moet vooral één tegen één zijn man kunnen verslaan. En ook weer, eigenlijk moet iedereen een beetje alles kunnen, ook van de bal af. En dat zorgt ervoor dat de individuele begeleiding die wij doen, bij 5x5 kom je nog weg met dat je bepaalde dingen niet kan. Als je groot bent en je kan niet zo goed schieten, nou, dan kom je daar maar weg. Met 3x3 wordt dat heel erg afgestraft. Dus de individuele ontwikkeling daarin is super belangrijk. En daarom denk ik ook de rol van de individuele trainer daarin. Nu trainen we eigenlijk 3 keer in de week trainen individueel. Dat betekent dat we met Jart trainen. En met Jart kijken we vaak video, hè, dus dan bekijken we wedstrijden, analyseren we wedstrijden. En dan puur gericht op wat ik als speler beter kan doen, welke kleine puntjes je kan verbeteren, waar ik net iets geconcentreerder moet zijn. Maar ook waar mijn sterke kanten liggen en hoe je die nog net iets meer kan optimaliseren. Dat je een hoger percentage die bal erin gaat krijgen, waardoor je eigenlijk nog effectiever op het veld gaat worden. En dat is heel tof met Jart te doen. Hij heeft er ook echt een oog voor. Iedereen vindt het eigenlijk heel prettig om met hem te werken. Wat we eigenlijk willen is onze dribbel levend houden. Kijken of we kunnen draaien en door het contact heen kunnen spelen. Want het contact is altijd aanwezig bij 3x3. Got it, Dende. Go! 4, andere kant, go! Door het contact heen nu. Komt ie. 1, 2, prima. 4, zelfde. Je stapt bij op je pivot. Let nou goed op wanneer ik de bal oppak. Ja? De dribbel. Ik spring in de lucht. Achtervoet komt op de grond, voorvoet op de grond, dan is de slap. Nu mag ik bijstappen en eventueel nog een hookshot maken. Het zijn 3 stappen, maar het ligt eraan wanneer pak ik de bal op. Als ik te vroeg de bal pak, is het 1, 2, 3. Het gaat om waar we als team op moeten verbeteren. Ik geloof 1 dat we straks richting het seizoen conditioneel echt stappen moeten maken. We zijn al conditioneel gezien een van de betere teams op de wereld. Maar ik denk dat, zeker in 3 tegen 3, is daar het verschil te maken. Dus hoe meer je eraan kan werken, hoe scherper je bent. Tenminste, hoe beter je in conditie bent, hoe beter je scherp blijft tot het einde van wedstrijden. Fysiek maken we echt stappen nu. We zitten allemaal in het krachthonk, hebben hele gespecificeerde programma's die niet zozeer te maken hebben met zoveel mogelijk massa tillen, maar veel meer met welke specifieke kracht heb je nodig in 3 tegen 3. Daar zit nu een heel begeleidingsteam op. En die kijken echt naar waar we effectieve bewegingen nog sterker kunnen uitvoeren om straks in wedstrijden dat goed te kunnen gebruiken. En daarnaast denk ik dat we allemaal, wat we nu met Jart trainen, hoog percentage finishen, nog beter schieten. Zorgen dat je net een van de 10 ballen meer raakt schiet of met meer contact toch die bal erin krijgt. Dat zijn de kleine dingen, zeg maar, die uiteindelijk straks in een wedstrijd van 10 minuten gewoon heel veel waard kunnen zijn. En net het verschil kunnen maken tussen winnen of verliezen of wereldkampioen worden of geen wereldkampioen, bij wijze van spreken. Of ik kan zelfs nog een dribbel gebruiken. Toch niet uitgekomen waar ik wou, is goed. Hup, en nu op mijn derde dribbel er weer. Team NL ben je eigenlijk maar 2 of 3 momenten per jaar. En dat ben je op het moment dat je een EK-kwalificatie speelt. Een Europees kampioenschap, een wereldkampioenschap of eventueel straks Olympische Spelen.
De FIBA kiest ervoor om in de commerciële tour met stedennamen te werken. Dat ben je verplicht. Er mag geen sponsornaam aan koppelen, maar we zijn verplicht om onder een stedennaam te spelen. En het is onze stad Amsterdam. Het grootste deel van het team komt hier vandaan. Maar we vertegenwoordigen ook Nederland. We vertegenwoordigen ook de hoofdstad van Nederland, Amsterdam. En dat doen we eigenlijk al 5 jaar op de World Tour. Dus daar is het verschil. De teamsamenstelling is hetzelfde. We zijn Team NL ook omdat we dat afdwingen, omdat we het sterkst presterende team zijn. Dus daardoor worden we automatisch, krijgen we de kans om voor Team NL uit te komen. Maar het echte Team NL ben je eigenlijk maar op een aantal momenten per jaar. Maar je merkt wel dat we steeds meer ook Team NL uitstralen. En ook zeker op onze route naar Tokio daarmee bezig zijn. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Corendon en Taylor Wessing Advocaten en Notarissen.